U speelt de lieve Milders de hele tijd. Op het moment dat u kritiek krijgt van collega Omtzigt, liked u ineens een bericht waarin hij voor een katholieke gluipert wordt uitgemaakt. Dus uw zelfbeheersing is nog niet helemaal op orde. U doet me echt denken, ik weet niet, ik zal u een klassieker noemen, Nemo. Ja. In Nemo komt Bruce voor. En Bruce is een grote witte haai die heeft afgesproken met zichzelf: ik ben nu vegetariër, ik eet geen vissen meer. Totdat hij bloed ruikt en dan wordt hij weer de haai zoals hij altijd is geweest. Zo zie ik u, ja. Meneer Wilders. Als u de kans krijgt, zult u de democratische rechtsstaat van dit land ondermijnen. Ik wil u die kans ontzeggen. Ja, Bruce. Ja, die katholieke gluipert zat er om te lachen, zag je dat? Ja, ja. Klopt inderdaad. Ja, nou, daar waren ze heel blij bij. Dit zijn leuke verhaaltjes voor de bühne, ja. Maar het is allemaal zinloos gelul is het. Nou ja, het is inderdaad, ze gaan gewoon nu onderhandelen met elkaar. Eerst over die grondwet en inderdaad de rechtsstaat. Dan gaan ze kijken of ze daaruit kunnen komen. En dan gaan ze gelijk door over 5 belangrijke thema's, zoals migratie en bestaanszekerheid. Daar ging het ook nog over in de Tweede Kamer. Moeten we dat niet splitsen? Dus als je dat deel over de grondwet hebt gehad, kom dan weer terug bij de Kamer om daarover te praten. En ga dan pas echt maar inhoudelijk. De kern is toch, Merel, en waar Johan dus van zegt dat het onzin is. Hebben we met een andere Wilders te maken of niet? Dat is gewoon de vraag. Nou, hij stelt zich anders op, omdat hij ook een totaal andere functie heeft. Ja. In de oppositie heb je een totaal andere functie dan dat je de verantwoordelijkheid hebt. Ja. Ja, hij was wat flamboyant in de oppositie en daardoor heeft hij 100 domme dingen geroepen. Minimaal. Waar hij nu waarschijnlijk goed spijt van heeft. Daar mag hij toch wel nu voor zijn kiezen krijgen. Ik bedoel, die krijgt hij terug. Dat is toch jawel, maar het is zo voorspelbaar. Ja, nee, zeker. Nee, maar die formatie had gewoon via het oude systeem gemoeten. Via de koning. Onderhandelen, een paar maanden binnen zitten, dan naar buiten. En dan mag iedereen anders roepen. Ja, ik ben er niet zo'n voorstander van om die koning overal bij te schakelen. Nee, maar dan is het alternatief dus dit. Dan is deze vertoning dus wat je wilt. Dat is dus wat je krijgt nu. Ja.